Deze beschouwing die gaat over de wereld van toen, de wereld van nu en de wereld van de toekomst. Dat laatste wordt pikant. Van, zoals de Chinezen al zeiden, voorspellen is heel moeilijk. Vooral als het om de toekomst gaat. Maar je kan wel. Wel. Ik kan wel een, een gooi naar nou doen natuurlijk. Je kan er niet tijdstippen aan koppelen. Maar... maar daar zijn we nog niet aan toe. We beginnen met uh, de wereld van toen. Hè? Want wat is er nou gebeurd? En dan nemen we even Europa als uh, uitgangspunt. Nou, Europa was laten we zeggen. 3000 jaar geleden. Ja, Nederland was een groot moerasgebied. Daar kon je echt niet. Of echt niet. Maar ja, het was niet Nederland vakantieland. Dat kan ik je wel vertellen. Er stond regelmatig onder water. Dat was een, dat was een ideale regio voor kikkers. En dus ook voor ooievaars, want die eten graag kikkers. Nou, toen kwam, de, toen kwam de invasie vanuit Babylon. Want die Babyloniërs, die, hadden, die heersers daar, dus, die waren eens een beetje klaar in die regio en die wilden ja, meer op stand gaan leven. En Europa, dat leek ze wel wat. Dus toen kwam de Romeinse overheersing. Rome, dat is Babylon, versie 2.0. Ja, weet ik nog, er is een Romeinse veldheer geweest en die werd dus door de keizer, door César, een of andere Caesar, richting Nederland gestuurd. Van neem jij dat boeltje eens even in. En dat die een brief terug heeft gestuurd naar zijn baas en gezegd heeft van laat dit stukje van Europa maar zitten. Want uh, dat wens je je ergste vijanden nog niet toe om hier te leven. Zo'n puin op was Nederland. Nou, toen kwam aan het begin van de jaartelling. Toen was het Romeinse Rijk al helemaal. helemaal Europa hadden dus ze al te pakken. En ze zaten ook in wat we nu Israël noemen. Ze dus was vrij groot hoor. een stukken van Noord-Afrika hadden ze ook. Een, een grote business. En toen kwam in het begin van onze jaartelling. begonnen er in de stad Jeruzalem. Een nieuwe geloofsbeweging. Totaal fris overnieuw begonnen. En dat was het christendom. En we noemen dat het vroege christendom. Dat had geen kerken. Ze hadden. Het Oude Testament. De boeken van Mozes en de rest. Nou, die waren er al. En de evangeliën. En de brieven. ...die er geschreven waren. Ja, het boek Handelingen hadden ze. Dus iemand heeft... ...een soort dagboek bijgehouden... ...van het moment dat... ...onze Heer, Jezus Christus... Uh, ...dat hij heen was. Dat is Handelingen, is dat. Ja, en dan krijg je daarna een stapeltje brieven. En dat uiterst merkwaardige... ...epistel... ...geschreven door... Johannes, wat, zich, wat het laatste boek van het Nieuwe Testament is geworden, het Boek Openbaring. Maar zo geordend was het allemaal niet hoor, in die begindagen van het vroege christendom. Een ruwe schatting gaat ervan uit dat er in die dagen van het vroege christendom 30.000 geschriften circuleerden. Doebluren zaten daarbij natuurlijk. Want het moest me op de hand worden overgeschreven. Het was geen boekdrukkunst, helemaal niks. En het christendom verspreidde zich als een lopend vuur. Niet geheel naar de wens van de Romeinse keizer. En toen kwam bij hun het ideale, geniale plan. En dat luidde, if you can't beat them, join them. En wat ze gedaan hebben, ze hebben het christendom overgenomen. Ze hebben het eerst geprobeerd om het te verdelgen, maar dat lukte niet. Dat was het dat was zoiets bekend als, voor iedere christen die ze in Rome voor de leeuw gooiden, daar kwamen er tien voor terug. Ja, niet echt een manier om iets uit te roeien, hè? Dus vandaar dat ze het overgenomen hebben. Toen hebben ze al die geschriften verzameld. Dat is gebeurd bij het concilie van Nicea. En vertaald in een ongelooflijk lelijk brabbeltaaltje. Wat ontwikkeld was om mensen van verschillende afkomst. onder één sim simpel taaltje. Te brengen. En dat ging om het aansturen van militairen. Ja, daar ging het om. En Rome werkte met huursoldaten. Ja, die haalden ze overal vandaan. En die moesten aangesproken worden met één en dezelfde taal, natuurlijk, door zo'n centurion. En daar is die taal Latijn voor ontwikkeld. En voor de rest is Latijn ja, is te stom voor woorden, eigenlijk. Zo'n frase in het Nederlands als ik hoor. In het Latijn is dat audio. En de frase op zijn Nederlands ik zie. Op zijn Latijn is dat ook weer één woord en dat is video. Dat is geen taal. Dat is een soort. Ik moet je zeggen. Als gecodeerde lulkoek. <laughs> nou, ik zou maar zeggen. Uh, nee, ik denk dat er niemand met enig verstand van taal... op deze aarde nog levend uh, te vinden is... die een betoog kan houden met als titel... De Schoonheid van Latijn. Uh, dat kan je lekker vergeten, is Latijn niet de enige lelijke taal. Er zijn er meer. Dan denk ik, ik blijf even bij de lessen. Maar, maar die hele lelijke taal, uh, Latijn... Uh, daar hebben ze alles in gezet. Verschrikkelijk. En toen zijn ze dan uh, meneer pastoor uit gaan hangen... en meneer de bisschop en al die andere dingen. Meneer de kardinaal. En, en ook was het zo dat... De, van, de, van de vroege christenen, die ja, dat, dat gecentraliseerde christendom, het hierarchische christendom, wordt het ook wel genoemd, de, de christendom als business, die zagen dat met leden ogen aan en dachten: wat een mafketelerij, daar doen wij niet aan mee. Ja, dat hebben ze geweten. De Waldensers, de Albigensers, afgeslacht zijn ze. De paus heeft in 1999 nog uh, aan plein publiek gezegd uh, over die moordpartijen. Uh, waarbij ze dus alle waldensers een beetje hebben afgeslacht. En niet allemaal natuurlijk, want het is nog wat van over. Hij heeft de paus gezegd: hij heeft: Nou, eh. sorry. <laughs> ja, ja. Ja, dat is mooi. Dan kom je er zo mee weg. Hè. Even lachen. Maar goed, het gaat over de wereld van toen, niet over de wereld van nu. Nou, die Waldensen zijn afgeslacht, Albigensen zijn afgeslacht. En het Romeins-katholieke geloof, dat moest het dan helemaal worden. Iedereen moest rooms-katholiek worden. Aan Romeins-katholiek. Romeins universeel betekent dat. Dan snap je denk ik ook beter waar het hier om ging. Het gaat om werelddominantie. En dat allemaal brengen onder één geloof. En het had ermee te maken dat die militaire overheersing, dat was ze niet al te goed bevallen. Dat is een punt geweest. Dat kregen ze niet rond. Er kwamen invallen vanuit het oosten met mensen als Alaric. En... Nee, dat werd hem helemaal niet. Hè? Dus dan hebben ze het over een andere boeg gegooid. Met een universeel geloof. En dan gaan we zo het hele boel aanpakken. En... Dat fenomeen, dat was voorspeld door Johannes. Johannes heeft gezegd, pas op. De baas van de koninkrijken, dat heet dan het beest. De baas van het beest, degene die op het beest gaat zitten, dat is een vrouw. Waarmee hij bedoelde, de baas van alle businessen, dat wordt een kerk. En een kerk die zich bedient van twee kleuren met name, dat is paars en scharlaken. Alsof die katholieken dat in de gaten hadden, man. En dat is, ja, dat is maar de vraag, hoor. Want die twee kleuren, paars en scharlaken, die heeft de katholieke kerk ofwel gekozen uit pure minachting voor het werk van Johannes... van uh, wij doen lekker waar wij zin in hebben... en het maakt ons niet uit dat Johannes dus... Uh, ons voorspeld heeft. Want het volk is toch te stom om het te lezen? Of uh, ze konden niet anders. Want ze werken met symbolen... Hè? en uh, uh, symbolieken. Het gaat om mind control. Die, die Romeinse jongens, dat is dus voormalig Babylon, maar die zijn hier gek. In Babylon was het al een groot succesnummer. Nou, dat was niet omdat ze goed waren in het spruit te kweken. Van die spruitjes bedoel ik dan. Van die groenten, die, die ik niet lust. Maar, maar jij misschien wel. Nou, ja, mooie boer was dat. Nou, dat ging vrij lang goed. En toen kwam de gemor, vooral in het noorden van Europa, in Engeland en in Tsjechië. Dus in Engeland had je, ja, je had iets van, ja, de ene was eerder en de andere was later. Tindeel volgens mij was een van de eerste. Jurk Liesman, die staat onder deze uitzending, daar, daar, kan je, daar moet je me even zoeken. Maar in Engeland was er al gerommeld, dat er priesters waren, die kenden Latijn dus, dat moesten ze wel leren. Die stonden dat Latijn te brabbelen vanaf de kansel. Maar die wisten wat er stond en die keken naar het gedrag van hun kerkelijke bazen en zeiden: wat is dit van onzin? Dat hebben die lui in Engeland met de dood moeten bekopen. Er was er iemand in Tsjechië die zei hetzelfde. Er was ook een priester en die zei: dat was Jan Hus. En die zei: wat is er van lulkoek? Dat gedrag dan, hè? Niet de Bijbel natuurlijk. Nou, dat heeft Jan Hus met de dood moeten bekopen. En toen kwam Maarten Luther en toen brak de pleurus uit. Omdat de boekdrukkunst toen was uitgevonden, een behoorlijk tijdje daarvoor. Dus dat wat Maarten Luther te vertellen had, dat kon plotseling iedereen lezen. En toen gingen ze ook Bijbels verspreiden in de volkstaal. Iets wat niet helemaal naar de wens was van de paus. Van hey, 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 hey. Dat is ons boek. Dat, dat, zo, waar halen ze het lef vandaan. Hè? Dat is ons boek. Is helemaal hun die boek niet. Het boek dat kwam uit Jeruzalem, dat waren die geschriften die circuleerden aan het begin van onze jaartelling. Dat was helemaal niet van Rome. Dus bij de concilie van Nicea is dat, wordt dan gezegd dat is, de scriptus receptus. Ja, de scriptus confiscatus. Dat is gewoon in beslag genomen. En dan beweren ze, dit is voor mij copyright... ...Roomse katholieke kerk. Dat gaat er weg. Nou, Maarten Luther, dat begon in 1517. En in 1540 kwam daar... ...vanuit Spanje met Ignatius de Loyola. Een ongelofelijke van Abdel. Echt een enge man. Die had ze niet helemaal op een rijtje hoor. Die, die man die... Ja... Door Emiel Ratelband, die wordt nog weggezet als een, uh, een malloot. Maar uh, ik denk vergeleken met Ignatius de Loyola, is Emiel Ratelband uh, het boegbeeld van uh, menslievendheid en verstandigheid. Loyola, Ignatius de Loyola, die was knettergek. Het zijn uh, spirituele oefeningen, gaat weg. Wat is dat dan weer, spirituele oefeningen? Stop je grote teen achter je linkeroor of zo. Dat had dan te maken met overdreven vasten en jezelf opzettelijk besmetten met uh, ziektekiemen en... Nee, uh, echt heel te droevig om het allemaal op te drunen. En toen begon de, uh, de, met Luther was de reformatie en toen kwam met Ignatius de Loyola. Na een hoop uh, handjeklap en gebakkelei met uh, de grote baas in de jurk. Toen kwam de contra-reformatie op gang. Als een hele grote trage uh, stoomboot tank. Uh, dat heeft mijn partij doden opgeleverd, joh. Wow. Nou, daar dus zijn wij weggevlucht. Of niet allemaal natuurlijk, maar de grote delen van ons zijn weggevlucht. Het noorden van Amerika, daar is de paus achter ons aangekomen. En naar Zuid-Afrika, daar is de paus achter ons aangekomen. En het zelfstandigheidsfeestje wat ze in Amerika hadden met het protestantisme, dus het protest tegen de paus was dat. En daar lekker hun eigen land en katholicisme was verboden in Noord-Amerika. Ze dachten daar van hé, hey, daar zijn we eigenlijk van de paus af. Ja, morgen brengen natuurlijk. Het was een kwestie van. Hoe lang hebben ze dat volgehouden? In 1776. was het voorbij met de zelfstandigheid van Noord-Amerika. Zat de paus ertussen? Ja, maar dat was toch met de grondwet. In het Eerste Amendement. Was toch de vrijheid van meningsuiting? Ja, ja. Er staat letterlijk. Uh... De overheid, de government, die zal zich niet bezighouden met het stichten van enig geloof. Maar dan denk je, nou, dat, dat lijkt me dan wel een goed idee. Ja, dat is ook niet echt een taak van de overheid. En dan die tweede. Nog het verbieden ervan. Kijk. Daar ging het om. het katholicisme kon met 1776, met die grondwet en die amendementen... ...kon het katholicisme niet meer verboden worden... En wie was er dan weer? Hallo, daar zijn we weer. Meneer de paus. Ja. Nou, in Engeland is een beetje een zatte verhaal. In Engeland ging ook een tijdje goed protestants hoor. Voor de King James Bijbel hebben wij te danken aan de protestante tijd in Engeland. Aan en onze statenvertaling hebben wij te danken aan de protestante tijd van Nederland. Maar Nederland is al lang niet meer protestant. Als je kijkt naar het, uh, het, het Christendemocratisch Appel, het CDA. Dat is een samenwerking van, was het ook alweer? De anti-revolutionaire, als ik me goed herinner. En de Christelijk Historische Unie. Met de KVP. De Katholieke Volkspartij. Ze gaan mij niet vertellen dat het CDA ook maar iets te maken heeft met protestantisme. En onze koning, die. Uh, we gaan er nu over naar nu, hè, maar onze koning Willem-Alexander. Huh, die gaat ieder jaar op bezoek bij de paus. Of, of of, of ieder jaar weet ik ook niet, maar. Uh, ik heb nogal wat foto's gezien van meneer uh, Koning van Oranje, die uh, heel uh, heilig loopt te kijken bij de Heilige Vader. Er is weinig protest hoor in die hoek. Dat is over. En dat is de wereld van nu. En wat heeft de paus uitgevroten? Sinds, de, nou, we zeggen, de 20 e eeuw. Hè? Nou, de Eerste Wereldoorlog. Copyright, de paus. De economische crisis. Die met name Duitsland heeft getrokken, getroffen. Copyright de paus. Tweede Wereldoorlog. Copyright de paus. De Vietnamoorlog. Copyright de paus. Ja. Oorlog, 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 oorlog. Oorlog, oorlog, oorlog. Oorlog, oorlog, oorlog. En dan hebben eh, we over de huidige tijd de Verenigde Naties opgericht in 46, 47, 48 of zo. Hè, na de Tweede Wereldoorlog. De opvolger van de Volkerenbond. Nou, de Verenigde Naties wordt dan gezien als dé instantie die alle landen, euh, ja, die als het ware de, de basis is van alle landen. De, alle landen moeten netjes doen wat de Verenigde Naties zegt. Ja, ja. Maar dan moet je wel lid zijn van de Verenigde Naties. Ja, maar iedereen moet lid worden. Ja, ja. Maar dan heb je bij de Verenigde Naties, om het makkelijk te maken voor landen om erin te stappen... ...hadden ze een, noem het maar een, uh, hoe noem je dat? Een soort van instap-lidmaatschap. Aspirant noemen, aspirant-lidmaatschap, dat was het woord wat ik zocht. Dan word je lid als, als land... En dan mag je bij alle vergaderingen mag je erbij zitten. Je van alles word je op de hoogte gehouden. Je krijgt alle blaadjes te zien en alle afspraken en alle toestanden. En uh, jouw land kan niet aangesproken worden op wat dan ook. Dus de Verenigde Naties heeft dan geen jurisdictie over jouw gebied. Maar jij mag wel zien wat er allemaal in de keuken gebeurt. Dat was om die aspirantleden. Uh, ...ja, te overtuigen dat er echt uh, helemaal geen gekke dingen gebeurden in de Verenigde Naties uh, verband of zo hoor. Dus dan kon, je uh, uh, maar Angola, die kon zeggen, nou, en dan willen wij wel aspirant lid worden. Ja, de, ja, dat lijkt ons wel leuk. En is dat duur? Nou, dat was natuurlijk helemaal niet duur. Ja, nou, dan was Angola een tijdje aspirant lid. Ik, ik zeg het maar even, ik, ik, misschien was Angola wel gelijk volledig lid... Maar die was dan aspirantlid en dan werd er tegen die aspirantleden gezegd, nou je bent al zo'n tijd aspirantlid en heb je nou wat gezien wat jou niet bevalt. En als ze dan niet konden komen met sterke argumenten, dan werd er gezegd met enige verkooptraining en enige druk, van nou dan lijkt het ons wel tijd om nu een handtekening te zetten onder een volledig lidmaatschap, vind je ook niet? En zo werd iedereen dus oftewel gelijk lid van de Verenigde Naties of eerst aspirantlid en dan volledig lid. Behalve één land. Er was één land die dat tot op de dag van vandaag zegt... Van ja, we zijn eigenlijk wel blij met dat aspirantschap. En uh, ja, nou, we denken er nog over na hoor. Ja, misschien, ja, je weet het niet. Het is tot nu toe wel uh, goed bevallen, dat aspirantschap. En uh, dat willen we ook graag zo houden... dat we bij alle vergaderingen mogen zijn. En, uh, maar dan echt lid worden, ja... Dat, nou ja, wie weet... Maar bedankt voor het aanbod. Welk land is dat? Dat is het Vaticaan. Dat is de club die het zelf heeft opgericht. Die is alleen maar toezichthoudend lid, want het, er bestaat niet zoiets als aspirant lidmaatschap van de Verenigde Naties. Zo heet dat niet. Het heet toezichthoudend lid. Het was een vorm van lidmaatschap uh, toen het uitgevonden werd, het op papier werd gezet... Werd het dus gebruikt om andere landen naar binnen te lokken, die vervolgens voor de volle 100 pond uh, moesten. En het Vaticaans, uh, stad, Vaticaans Staat, mag je zeggen, die is lekker blijven hangen in het uh, toezichthoudend lidmaatschap. Dus die mag overal bij zijn, die weet, ook, die weet overal van wat er uh, bekonkeld wordt. Maar er is geen juridictie, dat betekent zeggenschap, betekent dat. er is geen zeggenschap van de Verenigde Naties over. Vaticaanstad. Dit weten wij. Dat kwam heel pijnlijk aan het licht toen nabestaanden van de slachtoffers van de volkerenmoord, de massaslachtpartij, die heeft plaatsgevonden in Kroatië tijdens de Tweede Wereldoorlog. ...waar ongeveer pak een beet 1 miljoen inwoners van Kroatië... ...het merendeel was, het was uh, Servisch-Orthodox... ...en ongeveer drie kwart of zo was Servisch-Orthodox... ...en één kwart was Joods. Afgeslacht. Bezittingen in beslag genomen. Nou, die mensen die stapten naar het Internationaal Gerechtshof... ...en naar de Verenigde Naties... ...en die wilden ja, genoegdoening... En tegen hun gezegd. Ja, het is wel leuk dat je dat wil. Maar uh, de Verenigde Naties heeft geen zeggenschap over Vaticaanstad en het Internationaal Gerechtshof ook niet. Nou, dan sta je dan met je goede gedrag. Dat is de wereld van nu. En een ander uh, apart feit van de wereld van nu is dat wij nu zoiets hebben als internet. En dat de. Deze gegevens, deze feiten, nu naar boven komen. Want dit is nog niet lang, hè? En dingen gaan heel langzaam, zonder meer. Er is een nummer van de Righteous Brothers. En die tekst luidt: Time goes slowly. Goes slowly. goes slowly, my darling. But time can mean so much. Alone. We have a vlieg van. Yeah, good it Ja, dat is de wereld waarin we nu zitten. Er zijn heel veel mensen die, die zijn inmiddels op de hoogte... van het feit dat het katholicisme... dat is niet een geloof, dat is een politieke beweging. En mensen kijken dan naar al die lege katholieke kerken... en die denken, oh, het katholicisme is voorbij. En dan kijken ze niet naar de tv en dan zien ze daar niet dat het Donald Trump is die naast de kardinaal huppeltje pup loopt. Nog niet. Maar mensen zoals ik en nog wel wat andere mensen die weten dit. Wij dus die hele discussie die er nu in Nederland is over mensen die zijn voor Trump of mensen die zijn tegen Trump en die gaan een ruzie maken ook. Dan denk je, waar heb je het over? Dat is netjes is als een stier die denkt. Uh, nou, en die rode lap die is echt heel erg stout. Het is stoute rode lap. Ja, dan ben je erin getrapt. Het gaat niet om de rode lap. In dit geval Donald Trump. Het gaat hem de toria door. De katholieke kerk. En die laten Trump lekker bengelen. En aan de ene kant laten ze Trump dingen doen die zijn totaal belachelijk. En aan de andere kant laten ze hem dingen doen waarvan Amerikaanse burgers zeggen van ja, daar zijn we wel aan toe. En dan weer het een en dan weer het andere. Net als met Geert Wilders dat heb je nou aan Geert Wilders? Daar heb je helemaal niks aan. Alleen maar tumult. En de paus mag lachen. Nou, ja, de huidige paus niet hoor. Die heeft niet zoveel te lachen, denk ik. Het morrelt binnen de katholieke kerk, by the way. Ja, bij de geloofsafdeling dan, hè. En achter de katholieke kerk, daar zit de macht. By the way. Het is een macht die zich toont als kerk. Dus het... hey, daar zijn we nog niet zo 1, 2, 3 vanaf. Maar het besef komt. Kan lang duren hoor. Want aan de ene kant is het een voordeel dat we dat internet hebben zodat iemand als ik uh, ja, kennis kan nemen van bijvoorbeeld de werken van Griesinger. Dat zou ik zonder internet echt niet bij lange na niet van op de hoogte zijn geweest. Ook het boekje of het boek van Frederik Tupper *Rulers of Evil*. Dat komt door internet dat ik dat uh, dat ik dat ken. En nogal wat andere dingen. Maar aan de andere kant, internet staat ook helemaal vol met een ongelooflijke hoeveelheid bagger. Dus mensen worden door dat internet helemaal geleid in, in een doolhof van non-informatie. Dan zie je ze daar maar eens uit te krijgen. Kan hem wel even gaan duren. En wat, wat weet je nou zeker van de toekomst? Nou, wat je zeker weet is dat ze de hegemonie van Europa, daar, daar, willen, ze, daar willen ze vanaf. Ja, dus vandaar die massale immigratie, met mensen die in het geval hier in Nederland, met mensen die onze taal helemaal niet spreken. Dat is trouwens in Amerika precies hetzelfde. Die onze taal niet spreken, die de geschiedenis nog minder kennen dan de gemiddelde Nederlander. En die weten er al zo weinig van. Er zijn mensen van een uh, ja, lager opleidingsniveau. Ze hebben ook een lager IQ. En dat gaat leiden tot sociale instabiliteit. Ik denk niet dat Nederland een, een fijne periode tegemoet gaat. De belastingdruk zal gaan stijgen. Maar de vraag is wat ze daarmee aan moeten. Normaal gesproken breng je de economie van een land omlaag. Om vervolgens... Dan uh, heb je van die mensen die zijn tot armoede dingen gebracht. Hè? En... Dan kan je oorlog gaan voeren. Maar tegen wie moeten wij nog oorlog voeren? Ja, ze zitten nou te spreken over een Europees leger. En dat lijkt me vrij natuurlijk dat dat gaat komen. Maar tegen wie moet dat gaan vechten? Tegen Rusland? Die Russen hebben daar helemaal geen zin in. Die Russen zijn niet van plan om ons aan te vallen. Dat kan je lekker vergeten. Rusland is nog steeds aan het bijkomen van, de, van die jaren met communisme. En Poetin wordt afgeschilderd als een of andere verschrikkelijke boeman. Dat is hij helemaal niet. Wat heeft Poetin nou gedaan, man? Ja, een Europees leger tegen wat? Vechten tegen de marsmannetjes. Kijk, en een invasie van aliens. En dat hebben ze wel degelijk uh, op de agenda gehad, hoor. Om een invasie van buitenaardse wezens. Uh, ja, uh, na te doen of na te maken of iedereen gek te maken. Uh. Maar dat gaat niet meer lukken. Dat plan is denk ik al lang in de prullenmand beland. Wij weten inmiddels dat je met een computer kan je echt van alles uh, laten zien in een bioscoopzaal alsof het echt gebeurd is. Getuige is zoiets als uh, die verfilming van Lord of the Rings. Dus ja, de jeugd heb je niet zomaar overtuigd met uh, een filmpje van aliens. De, de jeugd wil wel wat meer zien. Ze denken nu alleen maar van, oh, dat zag ik ook wel in Star Trek 3. En dat was ook niet echt. Dat was in een studio. Kijk, zie je zoals een maanlanding bijvoorbeeld. Ja, dat kon toen. Maar kunnen ze nou niet meer faken? Natuurlijk niet, man. Dat is ook de reden waarom we niet terug zijn gegaan naar de maan. Ja, de, de echte reden is natuurlijk dat het vrij moeilijk is om naar de maan te gaan, want het is nogal ver weg. En als je daar dan bent, ja, hoe kom je terug? Die raket die dan uh, vertrekt vanaf Houston richting de maan, ja, die zal toch net zoveel brandstoftoestand bij zich moeten hebben. Nou, niet net zoveel, maar die zal een behoorlijke hoeveelheid bij zich moeten hebben om überhaupt weer terug te komen. De zwaartekracht op de maan is weliswaar maar 1 zesde van hier op aarde, maar dat is nog steeds een behoorlijke domper. Je kan niet even zo'n huppeltje maken als astronaut en dan, en dan kom je zo aanvliegen, net als Superman, zo naar de aarde toe. Nee, natuurlijk niet. Ook als astronaut, de ontsnappingssnelheid vanaf de maan. Ja, vroeger kon ik dat uitrekenen, dat kon ik op de, op de HAVO. Toen was de, al de kwaliteit van het onderwijs nog wat. Hè? Dus de vraag is hoe ze dat gaan doen. En, uh, nou, straks is iedereen, dan hebben ze alles overgenomen. Ja, en dan? Kijk, dat geintje wat ze hebben uitgefroten in Kroatië, dat blijft toch echt nog staan? Dat zijn we niet vergeten. En dat Nederland een contract heeft met het Vaticaan, dat, ja, dat contract zal toch een keer boven tafel moeten komen? En wat staat daar precies in? Een concordaat heet dat. Wat staat er in het concordaat tussen Nederland en Vaticaan? Wat? Dat mogen wij toch weten, of niet? En welke Nederlandse slapjanus heeft daar zijn handtekening onder gezet? En is dat wel gegaan volgens een nette uh, parlementaire wegen? Of is er eventjes uh, van... Nou, nee, dat hoeft verder niemand te weten, Henk. Maar uh, hier heb je dan de, de documenten. Als jij nu even tekent... Dan gaan we daarna gaan we ja, lekker eten en uh, nou, uh, ik weet nog een uh, hele leuke plek waar uh, we hebben ze goede konjak en uh, een best aardige dames. Die zijn heel vriendelijk. Maar dan moet je nu even tekenen. Is dat zo gegaan? Want dan lijkt mij het dat het concordaat niet geldig is. Maar hoe lang zal het duren voordat wij zo volwassen worden? Tja. Vooralsnog zie ik iedereen bezig met uh, Hollands uh, volgende topmodel. En uh, de, de stem van Nederland. Uh, Voice of Holland en zo. Dus mijn dochter ook, die heeft een politiek besef van een baksteen. Of beter gezegd, die heeft hetzelfde politieke besef als wat ik had toen ik 19 was. Ja, maar dat is de bedoeling niet. Mijn opa en mijn vader. die wisten niet van die rol van het Vaticaan en allemaal die zaken. Die konden dat ook niet weten. Maar ik wel, ik weet het nu wel. En mijn dochter heb ik het ook verteld. Nou oh ja, kindje, kindje. Uh, de aanslagen van 11 september. Mijn dochter was toen uh, negen maanden op deze Wereldbol. Dat was doorgestoken kaart. Oh, zeg mijn dochter. Oh, nee. Uh, oh, kijk, er komt Jozefine al. Nou, pap, ik moet er weer vandoor hoor. Ja, we gaan nog even naar het park. En daarna. Uh, ik weet niet hoe laat ik thuis ben. Nou, doeg. Ik denk, nou, dat gaat de goede kant op hè. Lekker leergierig, die jeugd. zo'n fraaie uitspraak van mijn dochter was. Dat ging weliswaar ergens anders over. Maar toch, zij zei... Van, ja, pap, jij wil mij zo graag vertellen wat er allemaal gebeurd is. Het ging over iets anders, hoor. Het ging over familietoestanden. Maar ze zei, eigenlijk interesseert me dat helemaal niks. Ik wil uh, gelukkig en tevreden zijn in het hier en nu. En dat vind ik al een opdracht genoeg voor mij. Nou, fijn... Ik ben niet zo iemand die dan gelijk gaat zitten huilen. Dat is ook weer overdreven. Dat hoort een man niet te doen. Maar het is wel om te janken natuurlijk. Niet wat je verwacht. Niet wat je op gehoopt had. En de toekomst, dat is, uh, de belastingen gaan omhoog. De belastingen worden zo hoog dat wij. Uh, ja, dat wij ons gaan realiseren dat de belastingen niet zo hoog kunnen zijn. Want als de belastingdruk te hoog wordt, dan, uh, dan werkt er niemand meer. In de Sovjet-Unie was het hele geintje met het Sovjet-gebeuren, dat was voorbij toen er een of andere snuggeraar zei van hé hey, zeg, dat is ook toevallig, de enige belastingbetalende burgers die werken voor de overheid. Ja, dan krijgt de overheid per saldo geen belasting meer binnen, snap je? Nou, aan dat punt moeten wij met Nederland denk ik ook nog bereiken. En dan is echt alle poen op en uh, iedereen aan de bedelstaf. Um, uh, ja, en dan kunnen we niet meer een muur omlaag halen naar een rijk gedeelte toe, wat in Rusland dan wel kon. En dan konden die Ossies, die konden de muur omlaag en dan konden ze geld krijgen van die Westies. Ja, bij, wij, bij wie moeten wij zo dadelijk geld gaan halen? Welke muur moet er nog omlaag? De muur naar Gambia? Snap je? Een, in de wiskunde heb je een, een, kunst, een tak van kunst, een tak van sport. Het is een kunst, by the way. En die heet speltheorie. Nou, misschien dat er nog een jongeling komt die wel zin heeft om na te denken. en dat hij dit eens dus even speltheoretisch gaat analyseren hoe dit afloopt. Want hoe? Yes, Babylon kon de baas worden door een vijand te hebben. En dan het volk te verenigen tegen die vijand. Maar wat nou als iedereen onder jou valt? Dan heb je geen vijand. Een vijand heb je nodig om je onderdanen te verenigen. Maar als je geen vijand hebt, hoe ga je dan je onderdanen verenigen? Snap je? Lijkt me lastig hoor. Ik ben blij dat het mijn probleem niet is. Hé. Hey. En ik zeg op de hamburg, ik krijg bezoek zo. Zeg ik tjus en dag lieve studiegenoten.